Hallo lief allemaal. Ik begin nu niet meer met hello lovely listeners, maar vandaag mijn eerste podcast in Nederlands. En ik ga er waarschijnlijk ook nog een andere podcast-episode over opnemen, over mijn bold move. Die heb ik in het Engels natuurlijk al opgenomen, mijn switch van Engels naar Nederlands. En ik kan je vertellen, echt mega goed. Mega goed plan. Ik voel nu alleen maar nog meer energie, de vibe. Het stroomt weer. Ik krijg alleen nog meer inspiratie, landt er bij mij binnen. En genoeg ideeën, uiteraard. Maar vandaag hebben wij sowieso een jager Job in ons midden. Maar dat is Wendy de Haan. Hi Wendy. Hallo. En Wendy heeft vorig jaar september heb je mijn online Photographing in Business Program gevolgd. En nog even voor de luisteraars, dit bood ik toen aan in het Engels, waarvan eigenlijk 2/3 al Nederlanders waren in de groep. En dit programma ben ik ook aan het omtunen en het wordt een 1-op-1 fotografie en business coaching in 3 maanden met een live dag in mijn studio, waarom we op maat een fotografie coaching ook gaan doen. Maar Wendy, het is super tof dat je op je verjaardag deze podcast met mij wil opnemen. Ja, ik vind het heel spannend. Het is de eerste keer voor een podcast. Maar ik vond het echt superleuk dat je me vroeg. Dus ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Wil jij de luisteraars vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Wendy. Ik ben 33 jaar vandaag geworden. Ik woon met mijn 2 kindjes en Ilko in Friesland. En ik ben sinds vorig jaar begonnen als fotograaf. Ik ben daarnaast ook nog werkzaam part-time als HR-manager bij een internet- en marketingbureau. En ja, dat is een beetje wat ik in het dagelijks leven doe. En qua fotografie focus ik me vooral op de outdoor-fotografie. En Wat ja, bedoel je nee. daarmee voor de luisteraars? Ja, en dat ik echt buiten het buitenleven fotografeer. En soms ook wel binnen, maar dan echt alleen maar met natuurlijk licht. Maar ik voel me toch het fijnste echt in het buitenleven, ook met mensen die ook graag buiten zijn. En ja, de laatste tijd focus ik ook wel op de zakelijke kant weer wat meer. Dus ja, het is nog een beetje zoekende, omdat ik ben nog maar 1 jaar begonnen en bezig natuurlijk. Dus dat merk ik echt hoor, dat het toch wel een beetje nog steeds zoekende is van oké, welke kant ga ik op? Nou ja, en Ja, dat was want... natuurlijk. Ja. ja, sorry. En dat was natuurlijk vorig jaar ook heel erg het probleem bij mij. Van ja, je begint en dan komt er zoveel op je af. En ik had jou ontmoet bij een styling and gathering van bij Boerderij Roestrust, als ik het Ja. goed. Ja, ken je? En toen zag ik later op Instagram ook jouw aanbod voor een business coaching. En toen dacht ik gelijk van, oh, dit is volgens mij echt wat ik nodig heb. En toch vond ik het ook nog wel een beetje spannend. Want ja, je begint als fotograaf. En dan is het ook wel een beetje lastig om jezelf heel snel als een professioneel fotograaf ook van. Nou, het is toch ook allemaal weer next level. En past het wel bij mij? En toen hebben we ook nog even gebeld. Van, Ja, ook ja. heel fijn, want ik twijfelde heel erg van, hey, past dit bij mij? En ja, ik ben toch wel heel blij dat ik. Dat ik toen de stap heb gemaakt om toch die coaching te gaan volgen. Want ik hoor een beetje aan je, dat weet ik natuurlijk wel, maar even voor de luisteraars. Je was best wel heel erg aan het zoeken. En wat heeft je programma, zeg maar, daarin kunnen helpen? Nou, ten eerste dat ik niet de enige ben. Dat vond ik wel heel fijn, want ik voelde me soms echt dat ik overliep van ideeën en iedereen zei van ja, je moet toch echt wel een beetje ook bij je niche houden. En ik had natuurlijk zelf mijn niche al heel snel te pakken met het buitenleven. Maar als je dan eenmaal toch als fotograaf ook klanten begint te krijgen. En die gaan ook vragen, hey, kan je dit ook doen? En doe je dat ook? En ik, ja, toen kwam ik ook achter van, oh, maar dat is ook leuk. En dat vind ik ook leuk. En ik vond Ja. alles leuk. En dat was ook wel leuk om dat te ervaren. Dat het in die coachings, ook met die medestudenten. En ook in jouw programma kwam het ook weer terug. Dat het eigenlijk gewoon ook een heel veel bekend probleem is. Dus dat om me daar een beetje orde in de chaos te brengen, dat vond ik heel fijn ook in het Ja. programma. Ja, anderen, dat herken ik inderdaad. Anderen hadden dat ook natuurlijk. En ik heb dat ook gehad en af en toe nog steeds. Maar het is ook nooit inderdaad verkeerd om eventjes te
Je hebt de rode lijn, de weg, om af en toe even naar links of naar rechts te slaan. Klopt. Te kijken of het wat voor je is en waar de possibilities natuurlijk liggen. Ja. Maar jij werkt nog steeds ook 3 dagen, toch? In je... Ja, klopt. Ja, en dat was vorig jaar zo nog steeds. En ja, dat zijn ook keuzes die eigenlijk continu een beetje heen en weer slingen in je hoofd. Van ja, het is natuurlijk nu alle ballen omhoog houden. Wat ook trouwens weer heel mooi terugkwam in jouw programma. Dat, en dat was ook gewoon wel leuk. Dat er weer nieuwe module kwam. Denk ik, oh ja, dat klopt. Dat, dat is ook zo. Al die ballen omhoog houden. En ja, nee, dus dat is nog steeds wel... ik moet wel zeggen, het is wel intensief. En ook omdat ik gewoon nog steeds ook wel tegen bijna alle opdrachten ook wel gewoon ja zeggen. Ook natuurlijk kijk ik ook naar mijn tijd en zo. Maar het geeft me wel gewoon superveel energie nog steeds. Dus ja, tot nu toe. En ik ja, wat de toekomst gaat brengen. Natuurlijk had ik vorig jaar zoiets van wauw, als ik nu binnen nu in een jaar met mijn baan kan stoppen en volledig fotograaf, dat is echt fantastisch. En dat had ik ook echt... Ik dacht ook echt dat ik dat wilde. Maar nu ben ik een jaar verder en zou het wel kunnen. Maar heb ik zoiets van... Nou, ik voel het nog niet helemaal. Om dan toch ook... want ik vind toch ook een baan in loon is nog steeds ook nog toch wel heel erg leuk. Ja. Dus ja, dat... ja, dat klopt. Dus je doet na je vaste job van 3 dagen... en 2 kleine kindjes en het runnen ja. van je huishouden... wat ook een business is, by the way. Ja. doe je dus ook nog de fotografieopdrachten? Ja, klopt. Ja. Ja, het is natuurlijk zo van dat mijn vriend die heeft van tevoren ook gezegd van hey, als jij gewoon ervoor wil weer gaan ook om als fotograaf werkzaam te zijn naast je baan, dan ja, moet ik jou er ook natuurlijk in supporten. Dus die vangt dan ook de kinderen wel op, die is 1 dag in de week vrij. Dat doen we ook echt, ik heb het gevoel dat we het echt wel als een team doen ook. Stukje ja. huishouden, dat soort dingen. Hebben het gewoon echt een beetje overleg van oké, hoe gaan we dit doen? Want ja. anders is het gewoon niet vol te houden. En nu ben ik nog heel veel 's avonds ook aan het editen. En ja, dat komt, het klinkt best wel lekker cliché, maar het voelt ook echt als een hobby. Dus ik vind dat tot nu toe ook nog helemaal geen probleem om gewoon lekker als kindjes op bed liggen nog de laptop open te slaan en nog te gaan editen voor klanten. Ja, dat is natuurlijk perfect, hè. Ik bedoel, blijft ook dat je dan dus hartstikke leuk vindt. Waar we het nu ook over hebben, is denk ik ook heel erg belangrijk dat het, je kan het wel leuk over hebben van fulltime fotograaf of de job, maar je hebt natuurlijk ook een leven thuis, wel of geen kinderen. Ja. Dat moet ook allemaal gerund worden natuurlijk. Klopt. Ja. Maar wij hebben op een gegeven moment volgens mij even een moment ook gehad en want eigenlijk heb jij bizar veel opdrachten eigenlijk al en die komen ja. vanzelf aanwaaien om maar zo even te zeggen. Ja, het is luxe. Ja. ja. Dus dat is echt wel... En hoe denk je dat dat komt? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat er heel veel klanten via Instagram wel komen. Ik heb mijn Instagram ook, bewust over nagedacht. Hoe ga ik dat doen? Want dat is dan ook weer zo'n vraag van tevoren. Voordat ik dus bij de KVK was geweest. En ook echt opdrachten ging aannemen. Betaald. Toen had ik mijn Instagram al. En wat daar vooral heel erg naar voren komt is mijn tuin. Want mijn tuin is gewoon... Mijn grote hobby, dat wil ik ook echt nooit weer kwijt. Want daar kom ik echt, dat is een soort meditatie voor mij. Om even lekker in die grond rond om te voelen. Ja. Met de plantjes bezig te zijn. En daar word ik ook heel creatief. En daarom heb ik daar, dat is eigenlijk gewoon mijn grote inspiratiebron ook. Om foto's te maken. En daar had ik ook een Instagram pagina bij. En daar ben ik mee doorgegaan. Want ik heb toen ook wel zoiets van, oké, nu word ik dus, ik krijg klanten, ik krijg portfolio. Ga je dat dan laten zien op je Instagram? Hè? Van hoe ga je je Instagram inrichten? En ik heb er toch bewust voor gekozen. Ik heb ja, soms een beetje zo'n zijweggetje. Had ik wel weer iemand dan een hoofd van iemand anders van een klant, moet zeggen. Had ik er weer op mijn feed. En ja, ik voelde hem niet. Ik denk van ik moet het toch wel bij mezelf gaan houden. Dus ik ben heel eigenwijs geweest. En ik gebruik mijn Instagram als mijn persoonlijke showcase. Maar dan alleen puur met foto's over mijn leven, over mijn tuin. En ik moet zeggen dat heel veel mensen aanspreekt. En dat krijg ik ook echt wel als feedback van... Ja, het komt zo puur en authentiek over. En kan je ook bij mij komen? En dus ja, op de een of andere manier heeft dat ook wel weer... Ja, trekt het aan. Ja, het zijn ook echt prachtige foto's, moet ik zeggen. Dankjewel. De Instagram-naam is Wendy.dehaan. Ja, klopt. Ja. Dus ja. Jongens, neem alsjeblieft even een kijkje. Echt prachtige foto's met... dahlia's en een kas en nou, gewoon de hele sfeer. Ik ben het wel met je eens.
Dat als je daar opeens een foto bij zou doen van wat had je laatst gefotografeerd, een heel kantoor of zo? Of een, ja, klopt. Heel, ja, heel licht zoals dat, hele lichte witte achtergrond. Dat is iets totaal anders. Ja, klopt. Maar ik zie Instagram ook als mijn creatieve speelhoek, zeg maar. Ja. Maar ik verwijs toch ook, en ik heb natuurlijk, en dat heb jij ook, of ga je binnenkort weer krijgen, een portfolio online. Dus ik stuur ja. heel vaak mijn Instagram naam mee en mijn portfolio van mijn website. Klopt. Ja, dat ben ik nu inderdaad ook mee bezig. Want mijn website staat nu onder construction. Want ik dacht, ah, oh, weet je, ik ga hem even vet snel ombouwen. Nou, dat is dus niet het geval. Dat staat nu al veel te lang weer in de stijgers. Maar ik ben daar inderdaad met verschillende portfolio's nu begonnen. Want ik dacht eerst van, hey, die focus buitenleven, die hou ik. Alleen nu kreeg ik ook weer zakelijke klanten die ook echt wat meer clean foto's wilden. En ook wel een beetje meer binnen. Dus met natuurlijk licht doe ik dat ook. En nou ja, toen ging ik dat doen en toen vond ik het ook super tof. Want ik heb natuurlijk, omdat ik als HR-manager op een internet- en marketingbureau werk, kom ik daar natuurlijk ook heel veel op de zakelijke kant. En met websites en hoe je jezelf neerzet online. Dat vind ik ook super tof. Dus toen dacht ik, ja, moet ik dan ook? Nee, ik denk, ik ga het gewoon allebei doen. Dus ik inderdaad twee portfolio's ben ik aan het opzetten nu ook. Dat je ook gewoon ja, de mensen via Instagram, dus ze komen voor je sfeer. En ja. ik denk ook wel een beetje voor, nou ja, ik moet me wel wat meer gaan laten zien, ook voor die stories. Want dat doe jij echt fantastisch, maar ik kan dat, nee. Heb ik ook moeten leren, hè? Oh man, ik vind het zo lastig. Ja, dan neem ik dat weer op en dan denk ik, oké. Okay. En dan heb ik het soms al 10 seconden lang en denk ik, nee, toch niet. Dus dan haal ik het weer weg. Maar dat maar die kan ik dan ook weer doorverwijzen van, hey, doe je dat ook? Nou, dan laat ik dan inderdaad mijn portfolio zien. Dus dat, ja. Maar wacht even voor de goede orde. Dus je hebt, heb je dan een portfolio voor het publiek van Instagram en los een portfolio voor andere vrienden? Ik heb twee portfolio's nu. Voor de een is echt voor het buitenleven, natuurfotografie, bloemetjes, planten, mensen die ook zich verbonden voelen met het buitenleven. Dus ik heb laatst een voedingsdiëtist. Dat zijn allemaal en die allemaal in die categorie vallen. Ja. Maar voor de mensen die op kantoor zitten en die toch een beetje wat meer clean zoeken, daar heb ik nu inderdaad ben ik nu bezig met een apart portfolio. Oké, okay, ja, want je doet toch ook gezinsshoots of lifestyle of? Nou, daar ben ik een beetje mee opgehouden, want anders werd het veel te druk. Het was ook echt. Ik vind het nog steeds super tof om te doen. Alleen ik heb nu voor volgend jaar of voor het komend jaar bedacht dat ik, we hebben ook een bloemenweide thuis. En daar vind ik een pluktuin. En daar vind ik het super leuk om gezinnen in te shooten. Ja. Maar dat ga ik voor dit komende jaar ga ik daar dagen voor organiseren. En dan verder niet met gezinnen naar andere locaties toe. Wat ik ook leuk vind, maar dan wordt het me te veel, helaas. Dus maar je maakt jezelf nu ook makkelijk, hè? Ja. Want je doet de achterdeur open. Ja, klopt. Ja, perfect. Ja. Echt? Ja. Ja, je bent gewoon thuis en voor de kindjes die hebben heel snel even een schoonzusje of een moeder die even komt langs, komt koffie drinken en die past op de kinderen. Ja. Dus dat kan ik heel mooi combineren, klopt. Ja, oh wat tof zeg. Ja. Ja, prachtig. Ja, zo, als je zo'n shootlocatie zelf al hebt en de ruimte. Ja. Maar wat goed dat je dan toch ook die keuze hebt gemaakt, want ik wist dat daar hebben we het ook nog over gehad, van ja, weer family shoot, of moet dat dit, of... Ja, klopt, ja. Maar ook geen nee zeggen, hè? Nee, dat is het ook, want het voelt ook gewoon, omdat je dan begint en dan iedereen zegt, oh, je hebt allemaal klanten, en dan denk je, ja, dan... Het voelt echt als van heel dankbaar, dus je moet overal ja tegen zeggen, maar ja, dan kwam ik er wel achter, ja, ik loop er nu tegen, ik liep er tegenaan dat ik mijn creativiteit een beetje kwijt was, omdat ik te veel voor klanten aan het shooten was. En dan wordt natuurlijk je eigen vrije werk op een lager pitje gezet. En dat is helemaal niet erg, maar op het laatst vond ik het wel erg, want ik was mijn creativiteit een beetje aan het verliezen. En daar zoek ik nu echt wel die balans in. En die kan ik nu wel krijgen, omdat ik nu wat minder shoots doe, maar wel gewoon de shoots die in die zakelijke categorie er ook bij. Ja. En dan toch... Ja, en dan heb ik ook gelijk weer posts van mijn Instagram. Dus het is allemaal win-win. Ja, ik sluit me ook hier weer volledig bij jou aan. Want ik heb ook een tijdje geleden inderdaad nee zeggen. Is echt wel moeilijk. Ja. Maar die creatieve input, dat het weer gaat stromen bij jezelf. Dat je denkt, oh ja, hier doe ik het voor. Ja. En dat je weer je eigen content ook hebt. Dat is ook echt zo belangrijk.
Klopt, ik zag het ook bij jou op de Instagram. En dat werd ik ook weer echt weer toch geactiveerd. Dat je dat ook zei van, volgens mij had je mannen tegen je gezegd, toch? Dat je toch echt wel weer die creatieve flow moest opzoeken. Ja, je moet vaker weer fotograferen, had ik gezegd. Ja, gewoon lekker freestylen. Ja. Zo belangrijk, want daarom zijn we natuurlijk het ook allemaal gaan doen. Omdat we het gewoon superleuk vinden. Ja. Dus ja, dat herkende ik toen ook wel, ja. Dus ik heb voor mezelf ook echt in april... Ik heb wat minder plekken vrij gemaakt in mijn agenda voor shoots. Want dan ga ik wel shooten, maar gewoon voor mezelf. Ja. En denk je dat je ooit die overstap gaat maken van helemaal fotograaf? Ja, ik vind dat blijft een hele lastige. Want nogmaals, zeg ik nooit nooit. En ja, heel veel mensen zeggen het ook wel tegen me van... Nou, wanneer gaat het gebeuren? Maar ik denk dat het dan in stapjes zal gaan. Dat ik zal niet zeggen van... Hey, hoppakee, we nemen ontslag en we gaan ervoor. Ik denk dat het dan stapsgewijs zal worden afgebouwd. Dus dat het ook wat minder uren. En ik denk dat het dan ook gewoon... Ik doe het op gevoel. En mijn gevoel zegt op dit moment, het is goed. Ja. En, ja, we zien het wel. Kijk, mijn jongste is nu 3 en die gaat straks naar de basisschool. Dus misschien dat het daar ook alweer wel een stuk makkelijker van wordt. Of heel anders weer voor mij. Dat ik denk, hey, ik ga dit doen. Maar ik ben er ook een beetje vanaf dat... Ik voelde me eerst ook een beetje zo'n... Ja, een B-fotograaf, omdat ik er nog een baan naast had. En dat ben ik nu kwijt. Dus ik denk van, nee, ik ben evenveel fotograaf als iemand die er niks naast heeft. Heel goed. Ja, heel goed. Ja, dus ja, en ik geef mezelf gewoon ook de tijd nog steeds om te ontwikkelen. Want als je ziet, het is 1 april ben ik vorig jaar naar de KVK gegaan. En we zijn nu 15 maart, dus het is ja, ga je nagaan. Ja. Ik denk dat je al nu zoveel knopen hebt doorgehakt en keuzes hebt gemaakt. En het kan ook naast elkaar staan, hè? Ik bedoel, je zegt dat je fulltime job, vaste job is natuurlijk ook zekerheid. Ja, is het klopt. Fijn als je daar nog steeds naar je zin hebt. En, en als kinderen ouder worden is het natuurlijk ook veel makkelijker. Klopt, dan krijg je zelf als moeder zijnde ook iets meer tijd. Nou ja, soms, maar... Ja, ik hoop het wel. Ja, maar ze worden natuurlijk... ze zijn niet meer zo klein, is natuurlijk verschil. Ja, dat kan natuurlijk ook naast elkaar staan. Ja, ja. Maar het is voor mij ook... Dat was ook wel weer een drempel. Dat is wel een leuk verhaal om nog even te vertellen. Dat ik dat ook dacht van... Oké, nu ga ik dat kiezen om toch ook die fotografie er professioneel weer op te zetten. En ik denk, ik ben ook moeder en de kinderen. En toen had mijn dochter, die had beroependag op school. En die had dus ook in de klas verteld. En wat doet je moeder? Ja, mijn moeder is fotograaf. En ik zei, ja, maar ik ben ook nog... zit op een kantoor. Nee, mam, ik vind jou een echt fotograaf. Want als je fotografeert, dan ben je zo blij. En dan maak je dansjes. En dan zie ik je heel lachen. En dat was voor mij wel echt, denk van... Oh, het kan echt wel gecombineerd worden allemaal. Want zij kregen er ook een hele blije, energieke moeder van. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi daarvan. Ik denk, ja, het is wel de goede keuze geweest. Oh, mooi. Ja. Leuk. Super. Maar een tijdje geleden, toen je website nog online was inderdaad. Binnenkort weer. Maar toen heb je ook prints. Je deed het volgens mij, of het kwam echt zo van, ja, ik doe prints en hoppakee, je verkocht er al. Ja, klopt. Ja, ja, ik ben met prints begonnen toen. En dat was dus ook weer zo dat ik denk, oh, dat vind ik echt superleuk. Want mensen die vroegen daarna van, hé, kan ik het ook kopen? En dat is dan vooral de foto's van de dahlia's. Dat heb ik opgezet. Maar nu ben ik heel eerlijk, ben ik daar ook weer aan het kijken van... Hé, ik ga het misschien nog steeds wel aanbieden, maar niet echt heel erg actief met me bezig. Want ja, nogmaals, het is toch wel een... je moet toch soms een beetje prioriteiten stellen en zo. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ja, het komt er wel weer bij. Maar ik weet niet of het nog heel erg... Ik laat het nog een beetje ernaast sudderen. Want ik vind het nog steeds superleuk. Ja. Alleen dat, Nou ja, wie weet, het komt ook. Soms gaat het ook, het float, weet je wel. En dan laat je het weer even liggen. Misschien denk je over 3 maanden weer, ik pak het toch weer op. Het is natuurlijk wel een manier van passief inkomen. Of tenminste, moet jij die prints ook echt inpakken en versturen? Nee, ik heb dan dan ben ik een soort van reseller voor hun. Oh, en dan hebben ze wel met Twijt, hoe heet dat ook alweer? Dat je dan je eigen logo erop krijgt. En als zij verzenden het ook niet onder hun naam. Nee, white label. White label, dat is het inderdaad. Ja, dus dan heb ik er eigenlijk heel weinig omkijk naar. Maar dat is perfect. Ja, maar dat zocht ik ook echt hoor, want ik ken mezelf. En als ik iets dan ik vind het ook superleuk om mezelf te gaan inpakken met leuke briefjes erbij. En dat soort dingen, dat is niet te doen. Want wanneer ga ik dat doen?
Ja, ik ben juist daar dus heel slecht in. Daarom heb ik dan ook zo'n soort bedrijf bij Marlietje Bekkerops, mijn shopfotografieachtergronden. Ja. Ik ga ook niet zelf naar het postkantoor om die backdrops in te pakken. Dat nee. De printshop. Ja, ja, precies. Ja, en dat kwam dus ook weer in daar werd ik ook weer heel erg door geactiveerd door al die, hè, dat je ook zei van het passieve inkomen dan daarnaast. En al die ideeën. En dat vond ik ook wel heel tof om dat te zien ook in die coaching. Dat er eigenlijk, hè, als je dan fotograaf bent, hoeveel je er ook nog bij kan doen om je inkomsten uit te halen. Ja, en je moet dat natuurlijk net even de vinger op leggen wat dan hetgene is wat voor jou succesvol is. Want soms is het ook gewoon zoeken. En ja. Met de backdrops natuurlijk wel een soort van gelukje. Terwijl die markt is ook onderhevig en die is ook steeds aan het veranderen. Ja. Maar inderdaad, het inkomen van een fotograaf bestaat niet alleen maar uit opdrachten. Nee. 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 Nee, en dat behandel ik inderdaad ook in de coaching. Ja, klopt. Het inkopen. Ja. Ja. Ja, dus dat... het was voor mij ook gewoon, om nog even terug te komen op die coaching, het was echt een goede aanvulling op mijn ontdekking al als beginnend fotograaf. Je hebt toch een beetje het gevoel dat er een beetje een deur open gaat, dat je even een kijkje in de keuken kan nemen van een andere fotograaf of zo. Van hey, ja. Je hebt natuurlijk al heel veel dingen ontdekt en meegemaakt en ervaringen. En ja, ik heb al die info heel erg fijn opgesleurd. Ik denk van ja, daar kan je alleen maar van leren. Dat vond ik echt heel fijn. Het heeft me echt wel... het heeft me geactiveerd om ook stappen te zetten. Dat vond ik echt heel fijn. Nou, dat is goed om te horen. Want dat is ook mijn doel van het hele programma. Ja, dat snap ik. Ja, nee, ja. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, nee, klopt. Ja, dankjewel daarvoor. Fijn dat het, ja. 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 Het vloog voorbij ook wel, moet ik zeggen. Je zit echt helemaal in. Ja, en ook op de een of andere manier, het gaat soms zo snel de weken. En juist als je zo'n coaching gaat volgen, dan moet je ook echt even bewust die momentjes pakken om toch echt even voor te gaan zitten. En dat vond ik ook heel fijn, dat je een soort van geactiveerd wordt. Wat we dan ook zeiden, was nog Engels toen, dat je zei de kick under the butt. Ja, 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 ja. Die krijg je ook echt, ja. Dat vond ik echt wel heel fijn, ja. Ja. Hey, en wij hebben ook gesproken over, was ook even één op één, over productie maken voor de tijdschriften. Ja, klopt. Ja, het blijft echt, dat staat heel hoog op mijn lijstje. Wat voor mij, ik vond het echt een heel surrealistische wereld ook, van hoe krijg je dat voor elkaar? Het was echt zoiets van, oh, maar dat is super tof, maar hoe dan? Ja. En toen hebben we daar ook nog inderdaad met z'n twee op één hebben we er nog over. En toen dacht ik echt van, wauw, ja, dit is echt wat ik wil. Het enige wat er daarbij is van, en wat je ook zei, van je moet echt zo vooruit plannen met die seizoenen en hè, van wanneer ga je welke productie doen? Dus ik hoop dat ik dit jaar ook echt, en daar ga ik ook echt tijd voor inplannen. En dat bedoel ik ook meer van dat ik ook wat tijd vrij hou om dat soort dingen ook te doen. En wat jij ook zei van, je moet het voor jezelf echt als een leuke dag inplannen. Je gaat lekker shooten en dan indienen. Ja. Dat is ook, ja, ik denk dat het ook heel goed bij me past. Vooral met sfeer en product en detail en omgeving en alles bij elkaar. Dan komt eigenlijk alles wel mooi bij elkaar. En dan ben ik ook toch het liefst ook lekker buiten in de tuin en echt het buitenleven pakken. En dan, Want je werk heeft al eerder in een tijdschrift gestaan. Klopt, ja. Het was echt heel snel, want we hadden het ook bij jouw kust ook echt over goals zetten. En ik ben zelf, daar ga ik heel goed op. Dat je voor jezelf ook gewoon echt goals neerzet. Echt met manifesteren van... dat je daar gewoon echt actief mee bezig gaat. En dat stond heel hoog op mijn lijstje. En ik zag het ook helemaal voor me. Helemaal visualiserend van in een tijdschrift. Maar ook op die cover. Dat had ik gewoon echt in mijn hoofd. Ja, die cover ook? Ja. Ja, en dat was heel grappig, want ik werd dus benaderd voor het artikel. En nou, dat was al gelijk, dat was in 4 maanden. Ik dacht, oh, dat is heel snel. En ik mocht dezelfde eigen foto's aanleveren. Dus ik was echt, ik heb hem. Maar die foto's heb ik ingeleverd. En toen namen ze later contact met mij op. Van, ja, we zijn zo gecharmeerd van die ene foto. Mogen we die op de koffer zetten? En ik wist ook niet welke foto het was, want ik had heel veel ingediend. Ik denk dat ik al een stuk of 40 heb aangeleverd. En
toch had ik inderdaad die foto voor mezelf. En dat is hem ook geworden. Dus dat was wel een beetje een soort van verrassing. Ja. Dat was echt wel een... ik denk dat het wel een beetje een van mijn hoogtepunten van vorig jaar was. Daar was ik echt super trots op, ja. Mijn oom ook nog steeds. Die heeft nog steeds op de keukentafel liggen. En die laat het aan familie zien. Kijk, is mijn kleindochter. Ja, dit was echt... Dat was echt... was echt superleuk, ja. Ja, en dat smaakte wel naar meer natuurlijk. Ja, ik weet zeker dat als je andere producties maakt met jouw stijl en jouw mood en eventjes wat tips en tricks, dat zeker gaat lukken hoor, echt. Ja, laten we het hopen. We gaan ervoor. Het is alleen geduld hebben natuurlijk, want het wordt niet, weet je wel, je wordt niet direct uitbetaald. Je moet maar een beetje hopen en wachten. Soms kan het wel 1 of 2 jaar duren. Klopt. Kijk, en dan heb ik zoiets van, dan is het op dit moment wel een heel mooi moment om dat te doen, omdat ik natuurlijk nog mijn baan heb. Dus ik ben er niet financieel van afhankelijk. Dus het is voor mij best wel een luxe om dat dan op te zetten en ook gewoon te gaan oefenen en te gaan doen. Ja. Want dat weet ik ook nog dat je dat tegen mij zei ook. Want ik heb zoals heel veel fotografen ook toch echt wel last van het imposter syndroom. Dat je soms echt denkt van, oh, ik kan het niet. En dat je ook tegen me zegt, het is echt meters maken. En dat heb ik voor mezelf ook voor dit jaar ook echt... dat ik echt die meters moet gaan maken ook. En oefenen en nog meer shoots doen. En zodat het ook met die tijdschrift... Ja, dat is ook gewoon geduld afwachten, maar ook gewoon ze gaan maken. Dat is vooral die eerste stap. Dus klopt. Ja. Ja, en ik denk ook dat je enorm bent gegroeid in je zelfverzekerheid. Want nu hoor ik dit ook weer inderdaad, en dat heb je eerder genoemd. Maar je bent al zoveel verder, joh. Weet je, volgens mij moet iemand het gewoon af en toe tegen jou zeggen. Jij maakt foto's, punt. Ja. Snap je? Maar het is wel het wereldje als je fotograaf bent bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, de buurvrouw zou misschien niet helemaal volgen wat je allemaal aan het doen bent, om maar even zo te zeggen. Nee, klopt, ja. En bij mij ook. Misschien een aantal vriendinnen die ook ondernemer zijn, die snappen wat voor wereld ik zit en wat een salespagina is of een mailfunnel is. Ja. Maar mijn moeder, mailfunnel... Maar mijn moeder ontvangt wel mijn nieuwsbrief hoor. Maar, en die is wel heel erg geïnteresseerd. Maar ik doe het anders om te sparren met iemand die er ook, ja, die een beetje weet hoe het werkt en waar je een beetje in zit natuurlijk. Klopt, ja. Nee, dat is echt waar. Ja, ik heb ook gewoon sinds dit jaar ook echt wel meer contact met andere fotografen ook. En dat vind ik ook heel, heel waardevol. Ja. Dat je het gewoon ook echt, ook al is het soms even een DM in Instagram. Zo gewoon eventjes, even kort ook, dat je het toch wel even met iemand over kan hebben die ook in het vak zit. En ik vind dat ook heel belangrijk, want dan kom je er ook achter dat eigenlijk heel veel mensen ook met dezelfde struggles al een beetje omlopen. En... en inderdaad, bij mij is het die onzekerheid die blijft. Maar die heb ik eigenlijk altijd al gehaald. Dus ik weet niet of we dat ooit helemaal gaan afleren. Maar het houdt me ook wel weer scherp, moet ik zeggen. Ja. Maar klopt. En dat is het denk ik ook weer gewoon meer van... toch maar gewoon blijven doen. En die onzekerheden van me afschudden en gewoon gaan. Ja. Ja, maar het blijft een rollercoaster. Maar het is toch ook wel weer een hele leuke... Een hele leuke rollercoaster. Ja, echt. Ja. En steeds komen natuurlijk ook nieuwe mensen, nieuwe opdrachten op je pad. Ja, klopt. Ja, tof. Ja, heel leuk. Nee, helemaal tof. Voor de mensen die jou graag willen volgen en je prachtige foto's willen zien, die kunnen naar Instagram. Ja, mijn Instagram is wendy.dehaan. En mijn website is wendydehaan.nl, dus dat is ook wel makkelijker. Maar ja, die staat nu nog even onder construction en ik hoop dat ik hem heel snel weer online heb. Ja, dus dat via die kanalen ben ik te vinden, ja. Tof, super bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan. Ja, jij bedankt dat je mij... Tuurlijk, tof. Dat wilde doen, ja, leuk. En ik zal ook jouw website en Instagram-naam even in de show notes eronder zetten. We kunnen mensen direct linken erop. Voor degene die nu naar deze podcast luistert, mag je natuurlijk altijd even een screenshot nemen en delen op Instagram dat je naar deze podcast luistert. En je mag natuurlijk ook altijd sterretjes geven. Dan kan je gewoon op die sterren drukken om een goede review te houden, zodat we meer kunnen groeien met de podcast en bekender worden bij iedereen. Vooral nu onder de Nederlands sprekende publiek. Wendy, dankjewel.
Ja, jij bedankt. Graag gedaan. En jongens, op naar de volgende podcast. Dankjewel.